Hoi allemaal. Goed jullie weer te zien. Ik ben er super blij mee. Sorry. Ik moet nog even pakken. Zo. Misschien als ik hem een sneak peek gezien. Gekregen, wat ik zelf gekocht en gisteren gekregen beginnen. Een planner, Joshy en een notitie. Hoe cute is dit? Dit heb ik gekregen. Deze had ik bij Normal. Ik weet alleen niet hoeveel die was. Volgens mij was het 59 cent of zoiets. Bij de Hema geweest. Daar heb ik sokken gehaald. Deze en die waren. Daar had ik toevallig nog wel de bon van. 11 euro. Nou, voor die 11 euro. 5 paar sokken. Helemaal top. 2 van die spaghetti hempjes weer. 2 voor 9 euro. Bij de Efteling. Deze gekocht. Dat zie ik vanavond ook al. Bij de Action was ik heel nieuwsgierig naar deze. En dan doe je hem open. Er zitten wel hele mooie kleuren in. Oh, ik heb een lampje. Kan ik iets meer licht creëren? Ik kan ook iets zachter zetten. Op zijn hoogst. Dit is anders. Misschien iets beter. Dus deze was 5,99 geloof ik. En jongens, schuldig. Ik heb me echt schuldig gemaakt. Maar ik voel me niet schuldig. Want ze maken gewoon mooie oorbellen. En dat ga ik ook gewoon zeggen. Is van Me Online Shop. Ga daar eens gerust een keer kijken. Want kijk deze dan. Oh, geweldig. Dan heb ik nog een paar. Nou ja, een paar. Hier zitten 3 paar in. Oh nee, 2 paar. Met die plaatjes. Als je kan zien. En bijtjes. Kijk, dat is toch te cute. Ja, komt niet later. En deze. Ik was zo verliefd op deze. Nog steeds. Ja, dan komen die natuurlijk ook niet uitblijven.
kiezen. Je kan ze nog online vinden. Dan moet je heel snel zijn, want ze zijn heel snel uitverkocht. Deze bij Shubi. Voor 29,99. Deze bij de Primarkt voor 34 euro. Nog een paar dingen. Zeker 1,50. Ideaal die dingen. Een Santa Candle lucht. Voor 1,30. Ik kan eigenlijk nog een paar halen. Oh, die tas was 1,80. €21. Ik vond het dan wel goed. Dus nu kan ik hem een keer aan. Eindelijk. Dus dat was mijn shoplog van de Primarkt. Oh, ik heb nog één ding. Een sjaal van het goed. Geloof 1,99. En deze waren 9,99. Dus dat was mijn shoplog. Dus ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte.